Hoi, dit is Martijn van der Hof van het Huygens Lyceum voor weer een challenge voor een praktische opdracht voor 5 VWO. Met thuis experimenteren. Er komen van een aantal verschillende stoffen. Kan je de doorstroomsnelheid, granulaire stoffen, dus korrelachtige stoffen, kan je de doorstroomsnelheid bepalen? Ja, dan moet je iets van een statief bedenken. Misschien moet je nog een beetje knutselen. Hoe je dat vastzet, kan altijd met duct tape natuurlijk. Verschillende openingen. Ik heb hier een trechter en hier een andere kant van een doppenfles. Maar je zou ook gewoon een echte fles hier open kunnen knippen en dan kijken hoeveel granulaire stof en hoe lang het duurt voordat hij er doorheen stroomt. Zo kan je zelf experimenteren. Je zou eventueel met de rolmaat, altijd weer handig om die in de keuken te hebben, de hoogte kunnen meten van de opening. En dan ga je meten. Ja, heb je nog wel een stopwatch nodig, maar gelukkig zit die standaard op je telefoon, een stopwatch. Je pakt eens wat granulaire stoffen. Je bepaalt het volume natuurlijk van die granulaire stoffen. Dat moet je allemaal even droog maken. Want dat hebben we net gebruikt. Het volume van die granulaire stoffen of de massa. Nou, ik heb nu 50. En je kijkt, meet hoe lang het duurt voordat ze er doorheen gestroomd zijn door die opening. Oh, dit wordt een bende. Ha. Ik raad je dus aan om de opvangbak iets hoger te zetten. Maar ik wens jullie veel succes met deze challenge om een praktische opdracht thuis uit te voeren. Succes!